Ben je niet blij om ons te zien? Nee. Wij waren echt helemaal goed voorbereid. Nee, wat heb ik verteld? Nee, jij sowieso niet. Nee. En jij bent daar die mij herkent. The first revolution is when you change your mind about how you look at things. Because that's a highway to hell. And see that there might be another way to look at it that you have not been shown. Some of you were winning, and sometimes there was a losing game. It will not involve American combat troops fighting on foreign soil. You guys, you chose this outdoor trip, and you turn out to be heroes. So this was an act of terrorism designed to kill innocent people. Some people flew up and down the mountain. Another one is protect your cover. This is why a simple cover is easier. Protect at all costs classified information. Look, again, I think that's a ridiculous accusation. The president in this matter has done nothing wrong. Under the gun, you're not going to want to be trying to remember all the details of a complicated cover. Yes, binnenkort hebben we de missie natuurlijk met z'n vieren. Maar we weten natuurlijk nog niet of de andere twee te vertrouwen zijn. Dus vandaag gaan we die heel even stalken. Wat ik bij me heb is 3 enveloppen. Voor iedereen, voor alle twee heb ik er 1. En ik heb er 1 voor Thijs nog, maar daar moeten we ook nog even langs. Wat dus het idee is dat het werkt een beetje hetzelfde als bondpakket bij. Maar dan net iets agressiever. Want in plaats van dat we doen als hier zijn we, doen we het alsof het een heist is. Daarom ben ik precies voorbereid. Ik ben zelf Dali vandaag. Dus die doe ik op als ik daar in de buurt ben. Maar ik heb speciaal voor jou, omdat jij natuurlijk het Dali-masker vergeten was, ook nog iets voorbereid. Dus heb ik dit. Jee. En dan denk je, maar ja, wat heb je nou in zo'n heist zonder nepwapens? En dat begrijp ik. Dus ik heb hier een geheim vak waarin ik heb... Waarin ik dus voorbereid ben. Ik heb deze... En ik heb deze. Maar dan denk je... En verder kijken we nog heel even bij het verlaten gebouw hoe het precies in elkaar zit voor de grote heist. Wat vind je ervan? Wat een topplan. Mooi. Ik dacht al dat je wel overtuigd zou zijn. It is the last take in a master plan. Long in the making. Oké. Je filmt al, joh. Ja, ik film. Ja, klopt. YouTube, hè. Maar, wat valt minder... Iemand met motorhelm of iemand als Dali? Ja, dat weet je wel. Maar ik heb wel een hele opvallende jas aan. Waar is zijn huis? Wijs hem aan. Hier rechts. Ja, daarom. Dat is niet heel dichtbij. We kunnen ramen openstaan, hè. Ja, dus... Is het plan duidelijk? Ja, we zijn weer... Is het plan uitvoerbaar? Ja. Nou, niet, want hier, kijk, zo krijg je de woonkamer. Maar... Daarin zit de motorhelm. En het is nu jouw taak om te zetten. Pak jij misschien even de brief? Of course. Doe de jas uit. Nee. Doe de jas uit. Nee. Ik zweer het, doe de jas nee, uit. Nee, we gaan niet uit. Kut, daar. Daar. Daar woont Wouter. Maar pak die brief, dan kunnen we het nu ja, doen. Ja, snel. Hier, pak heel even de camera over. De camera over? Vlog heel even. Ik moet ook intussen de helm pakken. Zie, heb je al de verkeerde brief? Ik ben helemaal niet goed voorbereid. Gezien, maar ik moet hier wel even weg. Nee, ik ben gewoon heel onopvallend te snel. Ajax staat 2-0 voor. Wat dan? Gast, hou je aan de missie. Okay. Ja, wat we gaan hem bellen. Wat moet ik doen? We gaan hem bellen. Maar ik ga spreken, jij gaat filmen, oké? Hoi, met Harmon. Er ligt iets voor je voordeur. Halt! Wat is dit nou? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit?
buiten. Wat is dit nou? Hoezo? Ben je niet blij om ons te zien? Nee. Nou, zie hoe veel tijd wij hierin hebben gestoken. Wat is dit? Veel, veel pijn. Ze noemen dit bompakket bij. Oh, nou, we gaan naar video. Ja. Lekker. Witte chocolade. Ja. Waarom wit? Nee, grapje. Maar hoe gaat het? Ja, prima. Omdat we natuurlijk gisteren de heist niet konden doen, waren we heel even bij alle members langs om zaanschikken te maken. En dat soort dingen. Eerlijk, dit is toch gewoon vet. Dat is echt heel mooi. Dit is toch cool? Heel cool. Wij waren echt helemaal goed voorbereid. Ja. Maar wat was je eerste gedachte? Ik zat boven, ik zat even rustig te leren wat Lucas maakt. Ik dacht, nou, weet je wel, die weet ik het waar die deur. Die belt nooit? Ja, die belt nooit. En nee, zeg jij, er ligt iets voor de deur. Ja, ik dacht, nou, ik ga niet naar beneden. Maar, en toen ging het toch? Ja, weet je, goed. Weet je hoe lang we al bezig zijn hiermee? We zijn al een half uur bezig met dit ofzo. Maar ben je al bij Maarten langs geweest? Nee, dat gaan we nu doen. Maar dat is het hele probleem. Bij Maarten kan dit niet. Waarom niet? Omdat hij een gigantische voortuin heeft waar je eerst in loopt. En dan kijk je letterlijk hun hele woonkamer één keuken in. Echt zo dom weer, hè? Zo dom. Ja, jij gaat toch de missie niet door laten gaan. En... Oh, allemaal lawaai. Ik denk dat de politie er al is. Ja, tot ziens. Oh, rustig, even niks te doen. Nou, kijk, jij hebt gewoon een ballon, hè? Net zat je nog rustig te leren, nu zat je rustig niks te doen. Ik zat rustig te leren, moet ik zeggen. Oh ja. Nee, oprecht, ik zat heel rustig lekker te leren. Je hoeft dat niet voor de video te zeggen hoor, we weten dat je niks aan het doen was. Ik was heel hard aan het werken. Dit is Wouter, Munchen. 3-0 voor Ajax, hè? 3-0 voor Ajax. Weet je wat mijn voorspelling was? Nou. 3-0. Echt waar. Hoppakee, en het is de 90ste minuut, dus dat ik ga het gewoon goed hebben. Hier, moet je eens kijken. Het is klaar, de wedstrijd is klaar. Hier, film eens even, gast. Dat is wel klaar, kijk. 1 minuut geleden, resultaat. Is van 1. Hier, kijk, dan gaan we naar mijn voorspellingen toe. Dan ga ik even iemand inhalen misschien. En dan gaan we naar Maleisië. Hots knots. Ja, dit gaan we doen in het gebouw. Bim. Ja, dit gaan we doen in het gebouw. Maar dan hebben we allemaal die Casa-maskers. Nee, ik neem mijn Nerf gun wel mee. Dus hier, zie hoe goed onze voorbereiding. 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 Dus daarom... Hier. Ja, dan moeten we eigenlijk net als... Je hebt in dat intro van de allereerste keer dat ze dan die namen noemen... Dan heb je zo dat ze voor elk persoon iets vertellen. Maar ik heb geen idee, wat moet ik nou voor Wouter vertellen? Hij is niet het masterman achter het plan, want dat ben ik. Denver. Hij is niet de uitvoerder, want dat ben jij... Oh, ben jij de king of street fights? De king of street fights en de knapste. Van stel, ja. Oprecht, hè? Ja. Er was dus iemand die had mij gereageerd op mijn post. Die tagde een ander meisje. En die gingen toen zo, dat andere meisje van, wat doe jij, weet je? En toen zei ze, hij is lekker en hij is knap en zo. Ik onder jouw post? Ja. Mireille, stop. Met mijn telefoon. Kijk. Wat zei je? Ik ben altijd aan het voorbereiden op de hype. Ja, maar weet je wat het is? Oh, je bent dood. Ik was niet stuk te maken, dus ik ga niet net als Rick afroef even zo doen. En dat ik zo los heb, dus. Achteruit. Nee, wat heb ik over heen? Hoe doe je je handboeien eigenlijk weer los?